met deze video. Vandaag vertel ik wat je met een tornadobal kunt en hoe je deze gebruikt. De tornadobal die wordt gebruikt om de obliques te trainen, oftewel de zijbuikspieren. En dit doet hij op een heel andere manier dan traditionele buikspieroefeningen. Wanneer we de obliques willen trainen zijn bijvoorbeeld de side bends of de Russian twist hartstikke goede oefeningen, maar deze worden voornamelijk gebruikt om meer spiermassa te kweken. En dat is niet erg zolang dat je doel is, maar heel veel spieren in je buikregio, dan heb ik het niet alleen over de obliques, dan heb ik het over meerdere spieren in die regio, die hechten vast aan je heup. En wanneer de spieren in die regio sterk zijn, dan kun je niet enkel meer squatten, meer deadliften, etc. Waardoor je dus sneller je doelen bereikt, bijvoorbeeld gespierder of sterker worden, afhankelijk van wat je zou willen. Dan kunnen ook meer rugklachten voorkomen worden, doordat deze spieren stevig zijn en je heup in een goede positie houden. En juist daarom is de tornadobal hartstikke geschikt. Want om sterker te worden, moeten we zwaar, snel, explosief trainen. En traditionele oefeningen zoals de eerder genoemde Russian twist of side bends, die zijn nu helemaal niet explosief uit te voeren. Het trainen met een tornadobal is absoluut niet moeilijk. Om dit uit te voeren zet je je voeten wijd en stevig op de grond neer. Je duwt je billen en je rug hard tegen de muur aan en dan beginnen we. Het belangrijkste is dat je de rotatie uit je buikspieren haalt, dat je heup recht naar voren blijft en je hoofd ook recht naar voren blijft kijken. Als ik ga draaien in mijn heup, doen mijn buikspieren minder werk. Zoals je ziet kun je de tornadobal oefening niet langzaam uitvoeren. En juist dat maakt hem zoveel beter dan traditionele buikspieroefeningen. Bedankt voor het kijken. Neem eens een kijkje op mijn kanaal, daar kun je je abonneren. En tot volgende week.